Nou, gaan we eens even teams formeren en dan gaan we de andere concurrentie eventjes slopen. De drie grootste vissen waar ik op gereken, dat totaalgewicht, dat is gewoon de winnaar. Holy shit! Hij gaat de grootste vis vangen. Fucking dikke bad, jongen, pak die hengel. Holy shit! Rabobank, geld. Oi, 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 dames en heren. Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Dat is namelijk betalen voor het vissen op een betaalwater. Maar, ja, ik kan jullie wel verklappen. Het gaat fantastisch worden. We gaan namelijk een challenge doen. Pilaar met de René Treffers tegen Mike Tillen en Jeffrey Vierbergen. Tegen Willem Quinten en zijn vriendin Kenyon. Vertel er zo meer over. Eerst op naar het water. Ja jongens, en route op de Franse snelweg. Het is vanaf mijn huis relatief dichtbij. 4 uurtjes rijden, iets meer dan 4 uur. En we gaan dus naar Creech Lake. Creech Lake zijn 5 wateren vlak bij elkaar. En nu denk je natuurlijk, joh maar Pilar, hoe kan het zijn dat jij in deze coronatijden naar Frankrijk gaat? Nou, allereerst hebben we van de week een coronatest gedaan. Die was negatief, dus dat is top. Daarnaast hebben we toestemming van het complex om gewoon te kunnen komen vissen. We mogen daar vanwege de avondklok in Frankrijk mogen het terrein niet af. Dus ja, we zullen gewoon de boodschapjes hebben meegenomen. En die andere boys hebben ook allemaal test gedaan, dus het is in ieder geval helemaal safe. En het is ook gewoon werk voor ons. Want ja, we moeten natuurlijk wel gewoon content maken voor jullie, voor de members. Dus dat is in dit geval een excuus wat wij heel erg mooi uitkwam. Dus jongens, op naar het water. En ik denk dat Mike hier ongeveer al is. Dus Mike, ik geef hem over aan jou. Let's go! Wat natuurlijk echt helemaal ideaal is. Je kan die wateren gewoon rondrijden. Of ineens je bus uit. Luxe visserij. En we hebben een klein voorsprongetje op de rest. Want Piel en Quinten die komen wat later aan, een uurtje later. Daar hebben wij in ieder geval 2 watertjes afgevaren. En we hebben in ieder geval al op 2 wateren vis gevonden. En ik zag hier heel veel witvis. Maar ik ga jullie straks over vertellen hoe we dat dan zien. Maar het is even zaak om een grotere groep karpers zeg maar, te vinden in een hoek. We verwachten doordat de wind best wel staat te waaien dat ze ergens in de luwte liggen. En dan gaan we even een plannetje verzinnen en dan de eerste nacht maar even kijken of we een klein voorsprongetje kunnen pakken. Maar ik heb Jeff mee, dus dat geeft vertrouwen. Sowieso, sowieso, kom op. En het is wel grappig, want we zijn bijna alleen op het complex en je ziet overal van die transportertjes met, met bootjes over het water knallen. Ja jongens, dit is het wel hoor. Even die vissen zoeken, voeren. Kijken of we nog op de eerste middag al een mooie bak kunnen scoren. Yes, dames en heren. Jullie geloven het niet, maar... aangekomen op Creech Lake. Het water hier in Frankrijk. En net als je denkt, je dag kan niet slechter beginnen. Yes! We zijn er! De concurrentie, Willem en Kenyon. Ja, dames en heren, welkom. Ja, wel toevallig. Hè? We hebben echt op 6 minuutjes nauwkeurig getimed over het tegelijk. Ja, en het mooie is, we staan voor een dicht hek. Oh. Het is natuurlijk winter. Dus lijkt het openbaar vissen dan. Ja, normaal moeten we ook over hekken klimmen. We zijn dus op een betaalwatercomplex. Zoals ik al zei, 5 wateren in totaal. En René en Jeffrey zijn al aan de andere kant. Dus ik heb gebeld. En ze zeiden, ja, gooi zo het nummer van de beheerder in de groepsapp. Dan kunnen we ook naar binnen. Ja, maar wat verwacht je ervan? Nou, we gaan sowieso tegen Mike. Nee, jij gaat met Mike en tegen nee, René. Nee, jongen, jij hebt het helemaal verkeerd. Oh, jij gaat met René? Ik ben René, ja. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaat Mike sowieso mensen vis vangen. Jij hebt een speciale pion natuurlijk bij, hè? Dus, ik ga de grootste vis vangen. Ja, Kenyon gaat voor de Girl Power Biggest Fish. Dus jongens, we gaan snel het terrein op en dan zien we jullie zo. Goed, baas. Goed. Ben je er klaar voor? Ja, we hebben ze zelfs al gevonden, jongen. De vissen? Ja. Hebben we met de drone gevlogen? Nee, met de boot. Ah, met de boot? Ja. Want heb je bootje erin? Ja, maar meer gaan we niet vertellen natuurlijk. Hè? Ai, op hier. Oké. Laten we eens even kijken.
I've 26 fish over 60 pound. Same again, and in this one, possibly 50. 50 fish over 60 pound. Ja, even vastleggen voor de regeltjes, hè, want sowieso dat Mike Till vals gaat spelen. Ja, die kans is heel groot. The fish here grows so big, it's insane. Insane, wow. Yes, that's the one, insane. Deze twee zonnebankjongens, die waren vanochtend al heel vroeg weg, hè? Ja, we waren hier als eerste. Hoe laat waren jullie hier? 10 uur. Ja. 10 uur. Nou, en toen hebben we met de boot al wat gevaren. Ja, we zijn alle water hebben een rondje gevaren in principe. En ja, twee water hebben we vissen gezien. Ja. Alleen ja, het zijn allemaal losse vissen die we hebben gezien. Het is geen groep vis helaas. Maar ja, in ieder geval een goed teken dat die vis zwemt. Dus ze zijn actief. Dus ja, ik denk dat het wel goed moet komen. Oké, nou gaan we eens even teams formeren en dan gaan we de andere concurrentie eventjes slopen.